Ontdaan zijn ze op basisschool De Klinkert in Oudenbosch. De ontvoering van een meisje van 5 jaar gistermiddag maakt veel indruk. Het meisje is een van de leerlingen. Verslaggever Albert Bos is vanmorgen naar de school toegegaan. Ja, Albert, een ontvoering. Wat is er nou allemaal gebeurd? Rogier, er zijn eigenlijk nog vrij weinig details bekendgemaakt. Wat we weten is dat er rond 4:15 dat meisje van 5, een leerling van groep 2 van de school hier achter mij, De Klinkert in Oudenbosch, in die auto is getrokken. Een oude blauwe auto met een gele streep. En een uur later is ze ongeveer precies op hetzelfde plekje weer afgezet. Gebeurd door een man die geprobeerd heeft eerder die dag 3 andere meisjes in een auto te trekken. Onder meer een meisje van 12 uit Oud-Gastel, maar dat is gelukkig mislukt. Ja, hoe is het nu met het meisje? De politie heeft gisteravond gezegd dat ze op het eerste gezicht weinig mankeerde. Maar goed, daar moet natuurlijk onderzoek naar worden gedaan. Ze is gisteravond wel nog verhoord door de zedenpolitie. Maar je kunt je voorstellen, vandaag is zij niet op school. Maar het is wel een school waar vandaag, hoe raar ook, het leven gewoon doorgaat. En dus brachten ouders vandaag de kinderen zo dicht mogelijk hun kinderen aan de poort naar school. Nou, ik woon in deze straat en toevallig zag ik allemaal mensen rennen daar naartoe. Dus ik ga dan kijken en opeens hoorde ik mijn buurvrouw, want dat is ook een goede kennis van mij. Van ze hebben ze meegenomen. En dan schrik je gewoon, want ze was net buiten. Ik had ze net gezien samen met een vriendje, want een vriendje was erbij toen het gebeurde. En dat is ook het ergste ervan. Ook een ander kind is het dupe. Het is gewoon, verschrikkelijk. Verschrokken? De omvang wel, ja. Politiehelikopters en zo, heel veel politie. Dus En uw kind, hoe heeft hij het opgenomen? Weet ik niet, er komen altijd meestal een paar dagen daarna dat ze pas de terugslag krijgen. Je merkt nu in de klas wel dat er wat, heeft u het gezien en er staat extra politie. Dus dat is ook niet een dagelijkse gang van zaken. Ik ben niet groot, maar ik moet die vent niet tegenkomen. Want toevallig hebben we heel de dag wel zo'n blauwe auto zien staan bij ons in de straat. Maar je gaat er niet van uit van, hè? Het is die auto. Ja, Albert, hoe gaat de school hier nou mee om? Gaan we vragen aan Johan van den Buis. Hij is de algemeen stichtingsdirecteur van onder meer deze school. Meneer van den Buis, allereerst, hoe heeft u het nieuws opgevat? Geschrokken. Heel erg geschrokken. Ik denk pas ook op een laat tijdstip voor ons het nieuws gehoord. Door een app van Omroep Brabant in te tikken heb ik een heel kort bericht gezien dat er een meisje van 5 ontvoerd zou zijn in Oudenbosch. Vervolgens de schooldirecteur gebeld en gekeken wat hij al wist. Ook op dat moment nog niets. Wij zijn toen in de loop van de avond verder geïnformeerd door de gemeente Haldenbergen, door de burgemeester. En toen heb ik om 10:15 gisteravond een mail de deur uitgedaan naar al onze scholen. Waarbij we heel uitdrukkelijk hebben gezegd welke spelregels wij wilden gaan hanteren. Ja, onder meer bijvoorbeeld extra politie hier qua surveillance. Hoe gaat u daar als school vandaag nou mee om in de lessen? Nou, vanmorgen zijn de scholen goed gestart. U heeft zelf kunnen zien dat ook basisschool De Klinkert hier op een rustige manier is gestart. We hebben afgesproken dat de ouders de kinderen de komende tijd tot in de school kunnen brengen. Ook weer in de school kunnen ophalen. Ons standpunt is zoveel mogelijk kinderen onder begeleiding van de ouders rondom de scholen. Vanmorgen zijn de klassen gestart met kringgesprekken. En met name natuurlijk de groep waarin het betreffende meisje zit. Tot zover hebben we gezien dat dat goed verloopt, dat dat prima verloopt. Mocht daaruit komen dat er nodige extra hulp nodig is, dan gaan we dat uiteraard in de loop van vandaag merken en gaan we er ook werk van maken. Meneer van den Buis, ik dank u voor uw reactie. Ja, Rogier, wat dat betreft gaat dus hier het leven op die basisschool en in Oudenbosch gewoon door. Albert Bos vanuit Oudenbosch, dank je voor je toelichting.